Maar liefst 91 jaar oud en dan nog meedingen voor de sportstimuleringsprijs van de gemeente Veghel. Dat is niet niks. Het overkwam Gerrit Veelwaard, die al tientallen jaren actief is in de schaaksport. Schaakmaatje Harry Hamelijnk stelde hem kandidaat voor de prijs. Ik las in de krant dat uh, mensen zich werden opgeroepen om uh, eventueel kandidaten voor een dergelijke trofee... Voor te dragen en toen dacht ik meteen aan onze Nestor van de vereniging die op 91-jarige leeftijd klaar speelde om al de andere leden van de club voor te blijven in het kampioenschap en ons allemaal te verslaan. Maar er zijn volgens Harry meer redenen voor zijn nominatie. Een heel erg uh, trouw clublid in ieder geval en uh, hij vindt ook dat als je lid bent van een vereniging, dat je dan alle krachten in moet zetten om echt te zijn voor de vereniging. En dat doet hij ook altijd. Daar zet hij zich ook altijd voor in. Gerrit schaakt al 75 jaar en wil ook anderen enthousiast maken voor de sport. Ik probeer het wel, maar uh, weinig, uh, weinig antimo eigenlijk. Want het, de mensen zijn op het ogenblik beter. Ik ben buitensporten bezig en beweging. En het is maar heel moeilijk om nieuwe leden te krijgen voor de club. Met de Vegelse club schaakt Gerrit elke maandag. Maar voor een potje schaak blijft hij niet alleen in Veghel. Nee, ook in Utrecht, in Hilversum, in Busum Leeuwarden. <laughs> Ik ben echt een zwerver. <laughs> De meeste mensen vinden het een hele prestatie dat hij op zijn leeftijd nog meedoet aan competities en nog vaak wint ook. Gerrit denkt daar zelf veel lichter over. Nou, als je de, de mening van andere, andere mensen hoort, dan zijn ze nog steeds verwonderd. Ach ja. Je, je moet het bijhouden eigenlijk, hè? Je moet niet achter de geranium gaan zitten. Je moet gewoon blijven, blijven, blijven werken, waar dan ook aan. En dat blijft Gerrit met veel plezier doen. De schaaksport blijft hem boeien. Nou, de spanning, de combinatievermogen eigenlijk. Eén setje kan het, kan het hele spel veranderen. Eén zwak setje, he, en het kan verloren zijn. Gerrit stopt veel tijd in zijn favoriete sport. Nou, maandagavond. En dan zondagavond. En donderdagmiddags. En dan nog met een vriend van mij in een he heemstede. Over de telefoon. Ja. En dan elke dag één zet. Zo'n telefonisch potje kan maanden duren. De potjes ja. met Harry in Levende Lijven gaan een stuk sneller. We hebben sinds twee jaar. ...schaken wij ook iedere zondagavond tegen elkaar. Het komt wel eens voor dat ik drie, avondjes achter elkaar, drie potjes achter elkaar verlies op een avond... ...maar het omgekeerde gebeurt ook. We zijn redelijk goed aan elkaar gewaagd. Zolang ik nog goed bij mijn hersens ben... ...bij mijn verstand ben, dan blijf ik nog wel eens haken. En het is niet belangrijk dat ik je altijd wint. Het gaat om het spel. De Sport Awards worden woensdagavond uitgereikt in de Blauwe Kei in Veghel.